Inclusive is een van de eerste goedgekeurde zonen van de hengst Everdale. De verrichtingstopper van het najaarsverrichtingsonderzoek in 2016 werd goedgekeurd met een totaal van 86 punten. Dat de verwachtingen rond deze hengst hoog waren, is begrijpelijk. En dat hij deze nu heeft ingelost, is een fantastische bevestiging. We hadden hem al eens besproken eerder in deze online hengstenshow van Old Horses Inclusive, uit die oudste jaargang van de Olympische medaillewinnaar van Everdale, hier uit de moeder van Uptown, 9 jaar jong. Jullie hebben hem al heel lang in jullie beheer, in jullie eigendom, hier bij jullie in de stallen. En laat ons zeggen dat zijn weg naar de Grand Prix ups en downs heeft gekend, of niet misschien de weg naar de Grand Prix, maar wel zijn levenswandel. De weg naar de Tour, ja. We hebben hem als veulentje gekocht. De fokker is de heer Enting uit Grollo, als veulentje gekocht, hier gekomen. Toen bij de WPN voor de keuring gebracht. Daar is hij in eerste instantie na de tweede bezichtiging afgewezen. Toen hebben we zelf onder zadel gedaan en dat leek heel erg goed. We hebben hem een najaar terug aangeboden onder zadel en dat was eigenlijk gelijk overtuigend. Heeft hij een hele goede proef gelopen, die proef heeft hij ook gewonnen. En toen liet hij eigenlijk al wel zien dat hij echt voor het hoge werk een beetje geschapen was. Toen deed hij wel zelf toe eens een keertje sluiten en dan... Zeg hij zijn mechaniek in zijn verrichting alles 3 jaar. Ja. Liet hij eigenlijk al zien dat hij... Dus dat was eigenlijk goed. En heeft hij het eerste jaar bij ons gedekt. Heel mooie rapportage over zijn eerste veulenjaargang. Die overigens later bij de driejarig ook goede rapportage had. Maar toen kregen we de hengstencompetities. Hij is een beetje scherp, overijverig. En dus die als 4-jarige, 5-jarige, 6-jarige... is dat nooit echt helemaal zo goed uit zijn verf gekomen. Maar wij hielden wel altijd het einddoel voor het ogen, zeg maar. En in onze idee ontwikkelde hij zich wel goed. Nou heeft hij onlangs een Grand Prix debuut gemaakt. En als je ook ziet met wat voor gemak hij de oefeningen doet... Dan zie je echt dat het een kind van zijn vader is. Everdale, die speelt ermee, hij speelt er ook mee. En Inclusive, dat wordt zometeen echt een machientje, piafassage in en uit, klokwerk. Hij is zo glaszuiver en alles gaat hem heel makkelijk af. Ja, dat is een geboren Grand Prix paard en dat begint hem allemaal op zijn plek te vallen.